Een jaar geleden ben ik samen met mijn kampioens Andy Arndt en Erik-Jan van Dorp een boekenuitgeverij begonnen. Uitgeverij Blauwburgwal, dat is hier in Amsterdam om de hoek. En die uitgeverij die geeft vooral werken uit van auteurs die ook verbonden zijn aan mijn online magazine Winnie's Week. Het eerste boek dat we uitgaven was het boek Tegen de Onzin. Dat is dit boek. Tegen de Onzin. En dat gaat over de kabinetten Rutte, zou je kunnen zeggen. Over het tijdperk Rutte. En dat is het afgelopen jaar en ook dit jaar een aardig succes in de boekhandel geweest. Dus vooral de virtuele digitale boekhandel natuurlijk, omdat de boekhandel doorgaans dicht was. Het eerstvolgende boek dat erna uitkwam ging over corona. Het eerste corona-voorjaar, Stille Lente, van Paul Hekkens. Dat in detail beschrijft wat er in Nederland gebeurde in de eerste maanden van 2020, toen corona het land binnenstapte. Later dat jaar, en rond de jaarwisseling, is verschenen dit boek, Het Beste uit Winnie's Week. Dus van de website Winnie's Week, het online tijdschrift Winnie's Week. Dat bestaat voor een groot deel uit artikelen van mijzelf. Maar ook van enkele tientallen andere auteurs van Winnie's Week in het jaar 2020 tot aan december van het afgelopen jaar. Ten slotte is ook Donkerblank verschenen bij uitgeverij Blauwburgwal. Dat is dit boek, Donkerblank van Ajit Bakkas, dat een vooruitblik biedt op 2021 en de post-coronatijd. En hij is buitengewoon ironisch, zou je kunnen zeggen, over de ontwikkelingen van de tijd, maar ook opgewekt over de toekomst. Zeer binnenkort, verschijnt een volgende boek waar we echt trots op zijn. Dat is het boek van Hans Wertmulder, de criminoloog Hans Wertmulder. Mulder die heeft de biografie, de lang verwachte biografie, geschreven van Arie den Hollander. We mogen hem geen Arie noemen, want zo werd hij nooit genoemd. Maar den Hollander was een grote en bekende hoogleraar in Amsterdam in de jaren 40, 50 en 60. Hij is de grondlegger van Amerikanistiek in Nederland. En hij is ook een groot socioloog, onderzoeker geweest in Oost-Europa onder meer. Dat is een man met statuur. En wat gebeurde er? Hij was buitengewoon populair in de collegezalen, groot redenaar. Maar in 1969 is hij geveld in die collegezalen in Amsterdam. Hij was het eerste slachtoffer van, zou je kunnen zeggen, van de culturele revolutie die door de Nederlandse universiteit waarde in de eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, die biografie van den Hollander, is van Hans Wertmulder en die verschijnt binnenkort. En dat wil ik u niet onthouden.